Orale literatuur krijgt in de geschiedschrijving soms niet dezelfde plaats als geschreven literatuur. Dit haalde Anita Ramcharan gisteravond aan tijdens de lezing Een cultuur vol liederen, een liedkunst vol cultuur, de positie van vrouwen in Hindoestaanse liedkunst. Volgens Ramcharan wordt orale literatuur vaker gezien als primitief. Omdat men ervan uitgaat dat de mens een ontwikkeling heeft meegemaakt van mondeling naar schriftelijk. Wereldwijd is orale literatuur door de globalisering in rap tempo aan het verdwijnen. Om inzicht te krijgen in de menselijke cognitie is het bestuderen van orale literatuur belangrijker dan ooit. Wanneer ouderen uit een samenleving overlijden, kan de orale geschiedenis verdwijnen. Daarmee verdwijnt ook de kern van een cultuur uit het collectieve geheugen. In haar onderzoek naar de liederen in de Hindoestaanse cultuur heeft Ramcharan zelf ervaren hoe ouderen die een schat aan herinneringen hebben overlijden. De meeste zangeressen die zij voor haar onderzoek heeft gesproken werden in 2017 en 2018 geïnterviewd. Echter, toen Ramcharan in 2023 haar proefschrift verdedigde, waren 5 van deze vrouwen reeds heen gegaan. En 4 zijn nog meer dan gewoonlijk aan het vergeten. Blijven vergeten. 2 waren mij ook vergeten. Om onderzoek naar orale literatuur te stimuleren, werd in 2009 het Wereld Orale Literatuur project opgericht aan de Universiteit van Cambridge. Het project is aangesloten bij het Museum voor Archeologie en Antropologie aan de Universiteit van Cambridge en is sinds 2011 tevens gevestigd aan de Yale University. De lezing is georganiseerd door de faculteit der Humaniora van de Antonicom Universiteit van Suriname. Tot zover de binnenlandse informatie in het journaal.